gedaan door zijn enorme wilde krachtsuitspattingen. De auto die het dichtst op weg is naar het onmogelijke. De 200 meter in 0 seconden. Maar zover is hij nog niet. Als u op het circuit was die dag, dan weet u wat het is als je hem echt een keer wilt volgen. Je moet dan eerst een paar keer met je nek razendsnel die draai oefenen. Op Zandvoort dat het een op- en top stuntman is. Het publiek telt straks, als hij klaar is, met hem af. En wij kijken naar Sammy Miller.